Yo, lieve kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En we spelen weer Pixelmon Survival online. Helemaal niet online, ik wil zeggen online. Maar we hebben Pixelmon Survival. De vorige episode heb ik iets heel leuks gedaan. Heb ik een Charmeleon gevangen. Is mijn naam Charmander geeft een Charmeleon. Ik heb een Magikarp gevangen. En ik heb een Mareep gevangen. Dus een elektriciteits-Pokémon. Maar, vorige keer was ik helemaal alleen. En dit keer is het niet zo. Ik ben hier met twee gasten. Dat zijn Mason, magische Mason, oftewel dat, Wouter. En ik ben samen met Dave Poort. Hallo jongens. Jullie mogen gewoon horen. Ja hoor. Ik ga ze even ophalen bij de boot. Want ik ga ze even ophalen. Voor degene die ze niet kennen. Ik heb ze al vaak met ze opgenomen. Namelijk gisteren toevallig hebben we Pixelmon. Hoe heet het nou ook weer gedaan? Safari Games, hè? Ja, Safari Games met jullie. En dus ze kennen deze map, kennen ze ook al dit eiland. Ik ken hem toevallig ook al nu. Kijk, je ziet dat ik hem al helemaal geëxplored eigenlijk toen met die andere minigame. Dat is dus jammer, ik weet hoe de map er nu wel een beetje uitziet. Maar dat maakt niet uit, het gaat nog steeds om het goede, om het survivalen en zo. Goed, vorige keer hebben jullie gemaakt, deel, je moet het niet meer gaan doen met hunger en niet meer met eten. Want dat is stom, dat is heel erg vervelend en vervelend om te zien. Dus heb ik besloten om dat inderdaad uit te zetten. We hebben dus niet meer dat we honger hebben, jongens. Gefeliciteerd. Yes. Jullie mogen trouwens, het is wel wat? Wouter? Ja? Wat zei je? Dat is chill. Dat is chill, ja. Hey, wat wel handig is, als jullie ook voor jezelf even 5 pokeballs in spawneren. Dat zou heel erg chill zijn, zeg maar. Oh, je hebt een Trico, Rhinus. En is die nou shiny? Ja, jullie hebben shinies, hè? Ja. Ja, ik heb geen shiny. Voor mij is dat gewoon normaal. Maar dat komt omdat ik had ingesteld dat toen van de, hoe heet het ook weer? De Safari Zone battles. Dus op die feed, zeg maar. Maar goed, ik heb er heel veel zin in, jongens. Ik denk dat we naar Tiki Village gaan. Dus geef jezelf lekker 5 pokeballs. Dat kan Dave Poort vast wel regelen. En dan gaan we naar Tiki Village. Want dan kunnen we eigenlijk beginnen ons avontuur. En ik denk dat wij een beetje op avontuur gaan. Dus let's go, zou ik zeggen. Even kijken hoor. Nog 5 shelter. Ik ga mijn Pokémon even één fitty doen. Als die shelter even met zijn kutkop hier komt. Hebben ze. Hoppa. En deze kan Thundershock, hè. Met Reap. Hij is echt een fucking baas. Ja joh, nou nu al. Hey, hij dropt snowballs. Dat is grappig. Oké. Holy fuck man, het is wel druk man. Er is een vet veel Pokémon gespawnd. Ik ga tegen Yama trainen, ik heb scheid. Oh, kut. Ik heb mijn verkeerde Pokémon. Ik heb er nog mijn Magikarp erin gegooid. Dat is niet slim. Maar oké, fuck it. Ik heb trouwens een Magikarp van level 19. Dat houdt in. Als je nog één keer een level up gaat. Dan heb ik er dingen. Aha. Yanma, hi back. Oh, Sonic Boom, kom op. Nog één keer maar Reap. Hij protect zichzelf, dat is echt super irritant. Yanma gaat dood. Yanma, kom op. Ik een Yanmaat. Nee! Maar Reap fainted. Kutzooi. Ik denk nou, als ik hem gewoon gepakt had, dan doe ik hem voor Dragon Rage. Bam, Yanma dood. Charmeleon level 18. Oké, okay. Magikarp. Ja. Patches. Ja, nou goed. Het is niet wat ik had willen trainen. Ik had graag bij Waiting willen trainen. Maar goed, jongens. Vandaag gaan wij... Wat vinden jullie een goed idee te doen? Nee, jullie ook die vleugeltjes zo, hè? Ja, jullie hebben ook die vleugeltjes. Ja. Op deze server heb ik eerst gezegd dat we vleugeltjes kunnen hebben. Hey. Hey! Ik vind een TM. Frost Breath. Holy fuck, zoveel Pokémon hier. Nou, goed. Ik weet niet wat slim is. Ja, eigenlijk moeten we jullie Pokémon nog een beetje trainen, hè? Jullie Pokémon zijn allemaal natuurlijk level 5 allebei. Ah, die Magikarp zo slap nog. Charmeleon, kies jou. Oh, Seismic Toss. Dat is best wel sterk. Ember op zijn moeder. Dragon Breath had altijd veel damage. Bam! Charmeleon level 19. Moois. Waar zijn jullie? Ik ben een stukje doorgelopen. Ik ga lekker naar Tiki Village. Als je op M drukt, of N. Dan kan je zo nu dus de minimap weer in beeld. Als je op N drukt, zie je waar dat is, Tiki Village. Ja. Ik ga trainen. Dat gaan we even doen. Jullie gaan even trainen ondertussen gewoon lekker rustig aan. Ja goed, dus inderdaad. Ja, chill. Nou, het is de Pixelmon community. Dus er komen steeds meer mensen bij. Hier is Tiki Village. Je zit echt vet verder vanaf. Wat ga ik doen? Ik ga al dood. Marien is dood. Ik kan naar als je naar Tiki Village gaat, zie ik jou gewoon daar, jongen. Dan kunnen we daar gewoon chillen. Ja, ik ga naar Magikarp, Charmeleon. Pikachu! Ik hoor een Pikachu, jongens. Ik zag ook een Pikachu van level 7. Oh. Ik zie gewoon een... Oh, nee! Charmeleon is confused! Waarom is mijn Charmeleon nou confused? Hey! Oh! Nee! Ik heb een HP up. Nee! Oh ja, lekker gedaan hoor. Dingen HP. Met een HP up. Dan krijg je je Pokémon meer HP, zeg maar. Dat hij gewoon sterker wordt op die manier. Volgens mij. Oké. Okay, ik heb hier een Tyranitar gevonden. Meen je niet? 66. Een Tyranitar? Oh. Ja. Dat is wel heel erg random. Oh, ik zie het. Holy fuck, die ziet er cool uit.
Ja, Tyranitar, als je de video van gisteren niet gekeken hebt, dat is echt een fucking sterke Pokémon. Die heb ik gisteren gebruikt in mijn battles. Ik weet wel welke fuck, ik wil die ene Fly Pokémon wil ik hebben, weet je wel? Die Flygon? Nee, die ik gisteren had. Braviate. Ja. Of zoiets. Ik weet niet of hopelijk, als je er ook een vlieger wil ik hem hebben. Ofzo. Als je er ook een vlieger wil ik hem hebben, maar ik weet niet zeker of je er ook een vlieger had. Hij is een beetje klein. Ja, als het goed is kan je erop vliegen, ja. Ja, zeker weten? Ja. Oké, chill. Dan. Nou, hier is Tiki Village. Hier was ik vorige keer gebleven in de survival serie. Dus als je het nog niet gezien hebt hoe ik hier gekomen ben. De eerste episode was ik met Joris, de tweede episode was ik alleen. Was ik hier naartoe gekomen. En hier is best wel chill om hier te zijn. Want je kan hier van alles doen. Die Pokémon healen. Je kan Pokémon traden hier. Er is hier van alles is er wat te doen. Het is echt super gaaf hier. Super chill. Dus ja, Tiki Village. Jullie kennen natuurlijk al Tiki Village. Dat is, weetje, dat is, ja. Dat is allemaal ja, wel prima. Ja, ik ben er nu. Oké, even kijken hoor. Minnetje drukken. Ga ik op de volgende Pokémon. Wow, ik heb Sync gevonden. Nou, dus ik heb mijn Pokémon comments aangepast, maar blijkbaar wil dat niet helemaal werken. Jawel, het is gewerkt. Het werkt weer. Oké, mooi. Ik heb Mareep nu van level 10. Oh, je gaat lekker natuurlijk hier op je dingen trainen. Of die Magikarpjes. Oh, die Crawdon, jongen. Die ziet er echt sterk hoor. Kast toe uit gewoon. Level 19 Magikarp. Hé, hey, daar ga ik gewoon op trainen. Dus wat ik ga doen, ik ga dingen erop gooien. Mijn eigen Magikarp. Doe ik Pokémon. Doe ik Mareep eruit. Auw, Magikarp doet Tackle. En doe ik Thunder Shock. Dat moet hem fucking veel damage doen. Ook al is hij level 19. En we hebben hem. Mareep is dood door die Magikarp. Die Magikarp hebben we gehoekt. Fucking kut Magikarp. Ik dacht, we hebben hem, weet je wel. Maar ja, hij was eerder. Dan tackle ik hem. We hebben allebei twee Magikarp in het water die elkaar tackelen. Maar jongens, jullie blijven even kijken. Kijk even naar mij nu. Ik sta bij het water. Kunnen jullie me zien? Ja. Mooi. Ik ben nog ergens in de jungle. Ah! Te vroeg gejuicht, jongens. Sorry. Veel te vroeg. Kutzooi. Nou, we gaan even de Magikarp traden namelijk. Ik wil namelijk een heel graag een Gyarados. Maar, jongens, waar zullen wij vandaag gaan exploren? Wat, welke kant zullen we opgaan? Wat vinden jullie een goede kant? Oh, daar gaat hij! Ja, voor je neus ligt hij. Je kan hem natuurlijk niet zien, of wel? Hij ligt links van mij. Kun je hem zien liggen, Wouter? Nee, hè? Nee. De witte Magikarp. Oh, kijk hem gaan dan! Hoe die wel van shape verandert. Ik kan gewoon zwemmen straks. Oh, één kast van een Pokémon! Oh! Ja! Wouter. Ja? Ben ik klaar voor? Ja. Oh yeah, baby. Ik kan ook op het land op hem, wist je dat? Oh, ik zie hem in de verte al. Hey Deel, wacht. Oh. Hallo. Waar kan je het land op? Wat een kast. Oké, ik ga van hem af. Zo dus. Ah, ik ga wel damage, want die zo fucking groot is. Oh man, dat is best wel cool. Dat is echt best wel sick. Oké, ik heb dus mijn gewilde Pokémon. Oh, ik zie ook een Croconaw. Maar ik heb wel een vette water Pokémon nu. Oké. Wat voor soort team gaan jullie samenstellen? Want een van jullie is Snivy, de andere had een? Trico, al bij gras. Ja, maar zag je een Crocodile daar? Die vind ik wel leuk. Ik ga niks proberen om een Croconaw. Pikachu te zoeken. Ja, je hebt 5 Pokéballs toch? Ja, als ik jou was, zou ik proberen die Croconaw gewoon te vangen. Dat is best wel sterke Pokémon. Dus, zag je hem of niet? Ja, daarachter. Nee, hij is daar. Wat is dat dan weer? Dat is een dark nog wat. Daar is die Croconaw, hè? Dikke top. Deze kant is het deel. Wat zag je daar naartoe? Ik ga denk ik voor een Corphish. Oké, ik ga proberen met Mareep deze fucking Magikarp level 8 te beuken. Bitch. Oh, wat is dit dan voor Pokémon? Level 37 is een Zoroark. Cotton Spore, dat wat? Ja, dat is een hele soort van legendarische. Sommigen zeggen van niet, ik weet het niet. Ik geloof bekijkers. De bekijkers zeggen hij is legendarisch, is hij legendarisch. Als hij zegt het is niet legendarisch, is hij niet legendarisch. Ik vertrouw jullie erop. Dus laat me even weten, is die Zoroark legendarisch, ja of nee? Jongens, laat me ook meteen even weten wat ik moet doen in de episodes. En dan ga ik een bord maken inderdaad, een soort van to-do wall. Want dit gaan we doen in de volgende episodes, waardoor jullie een vette, ja eigenlijk vette episodes kunnen checken. Maar jongens, jullie mogen eigenlijk die Magikarp op die Magikarp staan. Of werkt dit, denk ik? Ja, ik train ook op die Magikarp, want anders... Sun. Nee, het is toggle downfall. Want het is nacht, ik ga niet het zonnetje maken nog. Oké, ik zie een Slowpoke level 22. Misschien ga ik gaan vechten, YOLO met die Mareep. Mareep! Ik kan grijpen. Hem niet raak gooien. Auw! Oh man, hij is er zelf. Wanneer leerde een Magikarp? Thunder Wave! Hij is geparalyzed op level 15. Dus je moet trainen op de Magikarps onder level 15. Nou, of je. Ah, Thunder Shock! Ik heb deze gast kapot lekker die Slowpoke van level 3. Nee! Hij was één keer eruit gekomen, godverdomme. Nou, ik heb al een grasattack, dus ik kan zo'n level 15 Magikarp aan.
God damn it, lekker hoor. Ja, dat is wel chill. Jij hebt natuurlijk gras natuurlijk. Gras type. Jullie allebei gras types. Ja. Ja. Oké, okay. Wat ik ga doen. Oh, ik zie daar een Pokémon die ik wil vangen. Ik zie daar denk ik een Pokémon die ik wel wil vangen. Ik zie daar een Pupitar. Ik zie een Pupitar. Pupitar! Dus een voorevaluatie van Tyranitar. Pupitar. Welk level zijn jullie, jongens? Ik zie level 51 en level 31. YOLO! Ik ga het gewoon proberen, ja? Jongens, ik ga het proberen. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb scheid. Oké, ik ben level 31. Waar ben je? Ik kan echt geen Pokémon. Mareep is unable to battle. Ik weet dat Mareep niet kan battelen, maar jij wel. Oké, okay, Marie Charmeleon doet Dragon Rage. Oh, dat is zoveel damage. Oh! Ik ben gewoon fainted. Ja, dan kan je winnen met jullie te gaan beginnen. Oké, okay, ik ga een Great Ball gooien op Pupitar. Ik heb één Great Ball gevonden toen. En dan gaan we. Ik heb hem erin gegooid, kom op. Maar ik waiting, waiting. Ah, hij is vrij! Shit! Kom op, pak hem aan! Pokéball, nu! Kom op, kom op, kom op! Ga erin! Opvang in hem. Ik hoop het ook. Heb ik een vette Pupitar, man. Oh. Nee, hij is eruit! Kom op, ik heb nog 3 Pokéballs, anders moeten we nieuwe Pokéballs gaan maken in de serie. Maar dan moet ik even kijken, want ik weet niet of deze maps spannen volgens mij geen Apricorns. Oh, spannen volgens mij geen Apricorns. Dan moet ik die even inspannen, maar dat doe ik dan wel een keertje. We gaan eerst even proberen om deze motherfucker... Nah, oké, okay, ik ben dood. Crap, hij is ontsnapt, die is fucking Pupitar. Heeft hij goed gedaan. Goed gedaan, Pupitar, goed gedaan. Ik heb hem niet kunnen varen, jongens. Hij is level 31. Fuck my luck. Ik gooi erbij mijn Pokémon op deze Seeking. Dan een Gloom? Ik heb nooit echt een Gloom gebruikt. Wel eens een vuilploem gehad. Op de oude Pokémon games. Hey, ik zie een Boss Ekans. Ik ga gewoon met een fight, ik heb scheid. Ik heb scheid. Als ik een Boss Ekans versla, krijg ik zoveel experience. Dat is super chill. Maar kijkers, laat even weten wat we moeten doen de volgende episode. Met welke YouTubers of met gasten ik moet opnemen. Want ik vind het hartstikke leuk om met deze boys ook te doen. Jongens, dit is een compliment voor jullie, hè. Ah, dankjewel. Thunderwave die motherfucker. Oké, okay, top. Oh, level 14 is mijn reden. Deze man is level 30. Ik ben ge-acid. Kom op, ik heb hem toch ge-thunderwaved? Hey! Hij is ge-thunderwaved! Hoe kan die gasten zelf niet damage in zijn eigen dingen? Wie? Fuck! Charmeleon, wat moeten we doen? Dragon Rage, motherfucker! Oh, dat is zoveel damage! Nog een keer! Oh, ik gooi een waterfles om. Dat is niet handig. Oké, het is allemaal goed gekomen. Die waterfles die doet daar geen schade. Op wat van filet? Dat viel bij een stekkerdoos. Uh-oh. Maar, ik heb in ieder geval deze down, dus dat is goed. Ik ga dit allemaal houden. Nee. Oké, de Ekans. Ik heb een Golden Hourglass en een Orb gekregen. Deport, welk level is jouw Pokémon? Ik denk dat ik echt even moet schoonmaken. Dus ik doe eventjes een knip en plakje erin. Even een knip en plakje, jongens. Oké, ik ben weer terug. Ik heb het eventjes een doekje opgelegd. Fuck my ducky. Alles was steeds een beetje nat nog steeds. Maar ik heb er een doekje opgelegd. Ik ga het wel schoonmaken na de opname. Fuck dat. Maar oké, we kunnen weer verder. Wat heb ik gedaan als laatste? Oh, ik had die Ekans verslagen van level 30. Dat was prima. Mijn gaat bijna even weer in mijn Pokémon. Oh, welk level is hij al dan? 15. Oh, doet hij goed, ouwe. 15, dat gaat hard, man. Ja, maar ik heb Absorb en die kan gewoon... Oh ja, one-shot jij gewoon die Magikarps. Ja, klopt. Ja, ik ga ook lekker denk ik even trainen op die water-Pokémon, weet je wel. Of op die Magikarps. Och, ik zie een Merrills. Eigenlijk zielige Magikarps eigenlijk wel. Oh nee! Ik vecht met Charlie! Dude, ik wou niet op jou gooien, Charlie, wat doe je? Nee! Ja, een trainer! Ik wou niet met hem vechten en nu ben ik... Fucking, helemaal fucked. Oké, okay, dag. Hij mag een fine whip. Ik ben dood. Uh-oh. Dragon Rage, motherfucker, gewoon! Dragon Rage hem! Lekker! Goodbye! Termine level 23. Fuck off, man. Welk level is die Corphish? Corphish! Dat is een Crawdon, toch? Oh, man. Oké, okay. Jongens. Zullen we even een klein beetje de dash in gaan? Of blijven we een beetje bij Tiki Island in het begin? Dat op zich maakt niet zo heel veel uit. Eigenlijk niet. Ik denk dat... Tiki Island wel verfijnd is gewoon voor het begin, jongens. We gaan andere keer gaan we wel op avontuurtjes dan uit. Dus even kijken. Oh, ik zie kapot veel Magikarp, ouwe. Klopt. Holy fuck, er zijn er veel ingespaand, jongens. Ik heb die spawn rate. Een Magmar aan de overkant. Ja, een Magmar, maar ik heb al een vuur natuurlijk, dus ik heb het niet nodig. Oh, ik zie level 19. Een level 19 Magikarp. Ho. Bitch. Een of andere. Wie wil je tackelen, gek? Eindelijk. Ik ga maar tegen die Meryl vechten, scheid. Thundershock. Ja, evalueert die? Ja. Wat had je ook alweer? Welke Pokémon had jij ook alweer? Trico. Oh, ik kreeg een Growfile. Ik kreeg best wel veel vette Pokémon. Growfile is best cool.
Iedereen is gerust. Ja, Growvile of Sceptile? Gewoon de hele, gewoon de Trico zelf. Trico, nee, ik vind zelf Growvile cooler dan Sceptile. Growvile heeft die lange, gekke, lijpe armen, zeg maar. Die vind ik echt cool. Oh, yo, man. Oké. Okay. Oh, ik ben echt... Oh, wat? Ik gooi per ongeluk mijn dingen erin, jongens. Sorry. Mijn Gyarados. Eens kijken. Oké, gooi maar. Hij is kapot klein! Oh. Echt een kleine snelheid. Growvile! Yeah! Oh, ik zie een bos ratata. Jij bent van mij. Kom hier! Ja hoor, jongens. Bos ratata, die ga ik aanpakken. Thunder Wave. Oké. Ik dacht ik ga hem aanpakken. Hij is al 28, moet in één keer een... Fuck off, jongen. Charmeleon is echt een kast, jongen. Dragon Rage is zijn moeder helemaal kapot. Lancetcy, Max Revive en Muscle Band. Flygon. Oh, ik heb best wel goede shit. Waar? Aan de overkant, of niet? Ja. Ja, ik zie hem. In de verte, daarboven. Moet ik even kijken wat klaar voor je is? Ik ga... Oh, fuck. Ik moet helemaal terug om te healen. Ik kan ook wel slash poke heal doen. Ik weet het. Oh, volgens mij had ik ook gelezen dat ik in de Charmander beeld een soort kist zit of zo, zijn mijn kijkers. Moet even kijken. Kijkers van... Ja, je moet in de Charmander kijken! Oh, oh, honden! Dog attack! Er moet hier iets zijn. Een van mijn kijkers zei, ja, er zit iets bij het standbeeld van de Charmander, maar... Wat dan? Kijken. Ja, iemand zei iets. Je mist iets bij de star, bij de Charmander zit een soort iets. Oh, ik dacht hier, want hier vond ik net wel wat. Vond ik een HP up. Oh ja, dan was jij het wel. Oké, nee, goed. Dan heb jij het gevonden. Goed zo. Ja, mijn kijkers zeiden, ja, er zit daar iets. Oké, dus we kijken nu dan. En we hebben het gevonden. Dankjewel in ieder geval. Dus als je iets weet, hey, just tell me. Ik ga een kijkje nemen. Want ik wil mijn Pokémon natuurlijk zo sterk mogelijk maken. Want binnenkort gaan we met z'n allen battelen. Dat is natuurlijk het leukste van deze hele serie. Oeh, ja, we gaan elkaar battelen. Een Carvina of zo. Carvina? Carvanha. Even kijken, hoe heet die? Carvanha. Dat is die Piranha. Ja. Toppie. Ja, ik ben gewoon noob in uitspraak. Oké, okay, Danny. Danny, die level 37 trainer. Ik zie een Trapinch. Die is ook wel cool. Numel, maar ik heb al vuur. Ja, ik zoek naar een Pikachu. Kom op, ik ben klaar met trainen op die klote pokies, die stomme Pokémon. Krabby, kom hier. Krabby, ren niet weg! Nee, gooi ik weer de verkeerde Pokémon in, hoe kan dat nou? Blank, heb jij Dave Porter bij gevangen? Ah, nog niet. Nog niks? Ik ook niet. Fuck! Oh, die Fire Scrap heeft fucking veel damage. Maar mijn Reaper is level 13. Dat is iets wat handig is. Ik ga die potion gebruiken. Ik hoor die Pokémon die wordt afgebrand. Oh, die zit lava gevallen dan. Nee, net vuur. Oh, mijn Snivy is er echt, jongens. Snivy, oh, lekker man. Yeah. Kijk, deze wil ik hebben. Welk level is deze? Die had ik eigenlijk willen vangen. Misschien is het veel beter. Flaffy. Flaffy is al 25. Van? Ja, van mij. Dat is de evolutie van mijne. Wie ik hier heb. Maar ja, ik heb wel deze gevangen. Dus ik ga deze trainen ook. Ik ga het doen ook. Jongens, ze zijn vrienden van Rape en ik van begin tot einde. Oké, ik ben echt fucked. Ik zie een Oshawott, die ben ik wel. Mijn Reaper is aan het slapen! Kut Slowpoke! Fuck you, Slowpoke! Fuck you, bitch! Eet deze fucking... Ik ga wel even mijn Gyarados trainen. Ja, ik ga wel mijn Slowpoke en mijn dingen even trainen met mijn Gyarados. Ik ga geen slang vangen, of die Ekans. Ekans. Die Ekans is fucking waardeloos. Oh. Ik heb een Oshawott gevangen, jongens. Oshawott? Waar? In het water? Ja, langs het water stond er eentje. Dat was wel cool. Ik zag een bos landen. Hier, een bos Pidgeotto. Ergens in de grond durpt die. Ik heb hem geraakt. Level 29, oh, die moet ik kunnen hebben. Hier is een bos Ekans, maar Dragon Rage. Ik ben allemaal bossen aan het verslaan, jongen. Ja, hier loopt oh, TM! Incinerate! Oké, dat is een vuuraanval, dat is vet. Die Flygon, jongen. Vibrava, Flygon, Spearows. Oh, jongens, ik zie zoveel vette Pokémon. En ik heb ze allemaal vangen. Die Electrodes. Nee, die ga je niet meer vangen, Wouter. Geen Electrodes meer voor jou. Waarom niet? Waarom denk je? Hè? Gewoon een goede tactiek, hoor. Ja, wat Wouter doet is de opblaastactiek. Pharaoh op het dak daar. Neemt hij een, hoe heet het, Express? Een Electrode. En doet hij Self-Destruct. En dan... Vorige keer hielp het niet eens op die van Blank, die golem. Ja, dat is geen effect. Dus dat was lekker voor. Wow, lek, Spike. Maar ik ben weer terug. En we kunnen tegen Fly Pokémon vechten natuurlijk, want die zijn... Ik heb nog een leuke Pokémon gevangen. Kom hier! Wie heb je? Zo, ja, ik heb de evaluatie van Oshawott alweer gevangen. Wat? Dan ga je wel lekker, man. Welk level? 19. Wat? Dan heb je best wel sterke Pokémon. Je bent lekker bezig, deel. Holy fucky. Wat is daar dan? Gewoon lekker aan het trainen. Ponyta is ook wel echt op zich wel een coole Pokémon. Oké, die Staravia wil ik mee vechten.
Hij is veel hoger level. Ik heb gewoon... Ik ga altijd voor broke. Kom hier, Strevia. Kom hier. Hij is zo irritant. Stop met wegrennen. Kijk hoe gaat dat. Dit is echt... Oké. Nee, ik ga gewoon voor die Strevia. Zo'n beetje karp hier. Kom hier, Strevia. Oké, ik geef het op. I forfeit. Ik ga tegen deze... Level 5 Starly heb ik niks aan. Ik ga tegen Janma's. Oh, die vliegen. Dat zijn die vliegende insecten, zeg maar. Oh, die lieveheersbeestje. Nee, dat is een libel. Libel, ja. Oké, dat is super effectief. Dus ik kan ook wel vliegen van ze winnen. Maar ze zijn wel sterk, moet ik zeggen. Charge, in plaats van tackle. Nee, niet. Ik doe geen charge. Heb ik niet nodig. Huh? Hij gaat evalueren! Ik ga voor een Fluffy! Lekker! Snel. Ik ben happy. If you're happy and you want the Fluffy, clap your hands. If you're happy, you want the Fluffy clap. Oké, ik zie niks. Ik zie gewoon een vierkant, zeg maar. Oké, hij wordt groter. Hij wordt lelijk. Het is echt een lelijke Pokémon trouwens. Holy fuck. Het wordt nacht. Het is een nacht-Pokémon. Moet je kijken hoe hij eruit ziet. Ja, tuurlijk. Dat is wel cool. Dat de nacht, de dag en verschillende Pokémon. Starevia! Jij bent diegene van net. Deze is echt agressief. Deze jongen... Hij is zo irritant, hè, die. Wouter, hij voor je neus. Moet je zien. Alleen maar rennen. Eindelijk ga ik een battle met hem aan. En dan ga je zien. Dan one-shot die motherfucker me gewoon. Ja, dat bedoel ik. Hij mag gewoon one-shot. Tyfus beest. Nou, dan ga ik wel met jou vechten. Grijp hem! Gyarados! Critical hit, lekker. Boom. Bam. Toppertje. Het gaat goed. Alleen maar mijn Fluffy is echt vet swap, jongen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nog één battle aan met Fluffy. En dan denk ik dat ik het wel genoeg vond voor deze episode. Want we hebben nu allebei, alle drie wat mooie trainers. Wie wil er een battle tegen mij proberen dan? Dat kunnen we ook doen. Is goed. Okay. Ik heb maar één Pokémon, dus ik liever niet. Oké, jij liever niet. Oké. Ik ben bang. Weet je wat, Deel? We gaan vechten. Kom, let's go. Is goed. Volgens mij heeft Deel sterkere Pokémon gevangen. Dus dat is best wel sterke. Oké, waar gaan we staan? Hier, ik ga deze kant. Goed. Alright. Oké. Ben je er klaar voor? Ja, ik gooi deze, 100%. Dus ga maar. Mason, 3, 2, 1. What? Level 19 al? Ja. Maar dit is nadelig voor mij. Come on, Dragon Rage, die motherfucker! Ah, ga die weghalen, die bot. Oh, Dragon Rage! Hij is bijna dood! Hij is bijna dood! En Charmeleon gaat eruit! Ah, wat deed je? Watergun. Ja. Oké. Bite hem, Gyarados! Kijk hoe groot hij is. Ah! Doet hij die Surfvine weer eruit? vet slim. YOLO. Pak hem! Tornado! Ja, bite! Oh, yes! Grijp hem, Gyarados! Critical hit! Nee! Je hebt geen critical hit! Je hebt geen critical hit! Nee! Jij klootzak! Charmeleon! Grijp hem, Charmeleon! Kom op! Even wachten, ik heb je bent in het voordeel, Dylan. Grijp hem, Charmeleon! No! Yes! Nee. Daar gaat Servine. Een D-Wot. Oké, Charmeleon level 25. Gaat goed. Kom op, Charmeleon! Daar gaat die wat! Yeah! De trainer hier. Oh, die trainer heeft ook Dylan, wat leuk! Ah, toevallig. Ik dacht even dat je met mij wil vechten. Oké, is goed. Wil je ook nog bij Wouter? Of heb je zoiets van. Nee. Ik heb maar één Pokémon. Oké, we gaan. Ik ben bang. Pokémon tegen Pokémon, ja? Nee, kom, één Pokémon tegen ook één Pokémon. Dat is goed. Ja? Oké. Ik ben benieuwd. Er zit hier die legendarische Zoroark die gewoon te chillen. Oh, ik ga gewoon mijn Ultra Ball erop gooien. Misschien heb ik hem. Ultra Ball? Hoe kom jij aan een Ultra Ball? Ja, die had ik in de Pokéloot. Oh, nice. Lekker. Ik ben mijn Ultra Ball. Rinus! Ik word er niet in. Kom op, Rinus. Hij is level 18 ook, Rinus. Die trainen best wel snel, moet ik zeggen. Ah, oh, Pursuit. Thunder Wave. Oh, nee. Jawel. Kom op. Nee. Thunder Shock. Oh, dat gaat zo langzaam. Het gaat zo langzaam. Ik doe geen damage. Kom op, Pursuit. Oh, die tackle ligt goed. Hey, dat is paralyzed! Jongens! Wat? Kijk eens wat ik heb. Je hebt Zoroark. Ja. Met een random ding op hem gegooid. Nee! Gewoon de Pokéball. Je hebt Fluffy gekillt. Goddammit. Nou, tijd om te sterven. Even kijken. Oh, lekker hoor. Gefeliciteerd. Level 37, ouwe. Hij heeft altijd geluk. Guus hoe geluk. Krijgt hij het voor elkaar? Gooi hem eens er één eruit. Wauw, sick hoor. Nice man. Nog wel een Pokéball om te gooien. Ja, gewoon mijn Ultra Ball ben ik kwijt. Die ging door omheen en toen gewoon een Pokéball had ik hem in één keer. Hoe krijg ik het voor elkaar, hè? Hoe krijgt deze jongeman het voor elkaar? Maar,
In ieder geval mensen, ik vond het weer een goede episode. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En jullie allemaal bedanken voor het meedoen. Ah, geen probleem. Geen dank. Helemaal bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag in de volgende Pixelmon video. Bedankt voor het kijken. Nogmaals, later was het ziens. En natuurlijk, peace.